hebben met elkaar een afspraak gemaakt van eerst kan bekijken van hoe ziet de markt van bordenbouw eruit. Dan heeft hij 3 maanden een SWOT-analyse gemaakt en dan is hij business unit manager geworden. En na een jaar hebben we gezegd van oké, we denken dat Johan dat PNV gaat verder zetten. Zonder daar een timing op te zetten, zonder dat ook mededelen aan de groep. En 6 weken op voorhand, half februari zeggen we, in maart, half januari, in maart gaan we die overdracht formeel doen. En vanaf 1 maart 2010 heb ik de fakkel ook formeel overgedragen. En hij leidt nu de ganse organisatie. En naar de communicatie toe is het niet altijd zo heel duidelijk. Wanneer kom je daarmee naar buiten en met wat kom je naar buiten? De eerste fase, de eerste 5 jaar, heb ik mensen geïnformeerd van we zijn proberen de inzichten te verwerven. We gaan PNV niet verkopen, de kinderen gaan het ook niet leiden. Dus dat is voor hen ook belangrijk. Hè? Want wat voor ons medewerkers hun eerste zorg is, heb ik hier binnen 6 maanden, binnen 2 jaar nog werk. Dus die communicatie is wel belangrijk. Een fout hebben we gedaan met communicatie toen voor de eerste poging voor de CEO hebben we die mijlpalen aangegeven en iedereen wist dat. Tot dan 2 maanden voor die day zegt nee, ik doe het niet. En dan moet je ook aan die mensen gaan zeggen van oké, het lukt dus niet. Daar hebben we geleerd van, dat was met de derde CEO wel het geval, dus we hebben daar een traject met elkaar afgesproken. En toen, zeg maar enkele weken voor 10 maart, hebben we dat gecommuniceerd. Dan gebeurt de overdracht, maar dan was eigenlijk het hele traject ook gedaan. Omdat je kan je geen derde fout permitteren in zo'n traject. Ja, want de geloofwaardigheid bij je mensen komt in gedrang daardoor. Hè. Dus die communicatie is toch wel, en misschien moet je daar iemand voor onder de arm nemen die je daarin kan begeleiden, maar aangezien het zo'n lang traject is, van minstens 5 jaar, in ons geval 10 jaar, ja, wat ga je communiceren? Hè? Dus het is ook heel vaak tijdens een informele babbel met de mensen, dat je zegt, daar sta ik nu ongeveer. Hè? Klanten en leveranciers zijn geïnformeerd 11 maart. Dus de dag nadien, dat die teksten waren klaar, daar hebben we dan wel met het communicatiebureau afgestemd. Die brieven, die adressen, alles lag klaar om dat te doen.